Er zit een vogel in de oven, koelkast vol met wijn. Kratten bier staan buiten en mijn zus zoekt de konijn. De radio staat zachtjes, mijn oom vertelt een grap die de kinderen niet snappen, maar toch lachen ze. Maar wat graag mee met alle gasten, de gasten op het feest. Genodigd via Facebook, dus vergaten we mijn neef. Want die doet niet aan Facebook, we vergaten dat hij leeft. Maar ik zag hem op een feestje en ik dacht, dat is vreemd. Hij zei, hey Wes, hoe gaat het? Ik zei, ja goed, oké. Binnenkort vieren we kerst met de familie, eet je mee. Dus ik kwam met hem binnen en dat had niemand verwacht. Ik voel me net Robert en ik ben al je niet te slaan. Wijn, kwam mijn vader naar beneden met mijn zusje de konijn. Niet schrikken hoor, hij leefde dus, het is niet heel erg heftig. Het was een grap met een verwijzing naar 1961. Ieder had zijn partner, maar mijn meisje was er niet. Stiekem deed me dat van binnen tering veel verdriet. Als klapper op de vuurbouw kwam dat kerstmisliefdeslied. Tot er een cameraploeg binnenkwam met Robert en de Lee. Niemand mag met kerst alleen zijn, is wat Robert altijd zegt. Als je in je eentje kerst viert, voelt de kerst niet heel erg echt. Het konijn komt weer zijn hok in en de avond kon beginnen. Anekdotes over tafel, top 2000 aan en zingen. We lachten en we proosten en genoten met elkaar. Zoals de meeste mensen dat doen met kerstmis elk jaar. En god, wat werd ik dronken en wat voelde ik me raar. Dus ik ging liggen op de bank en zette de tv maar aan. Ik keek naar een mooi eind. Even kijken hoe die uit moet.